Shout out to my boy Pieter. You know who I'm talking about. Ik ken hem niet. Kijk, hier zijn ze. Milena en Rosanne. Hoe ging de optreden? En beste applaus horen, want hier is Roberto. Goedemorgen mensen, het is vandaag 10 september, dus vandaag heb ik een hele grote optreden. En dan denken jullie, wat doet Roberto met die strip op zijn neus? Ik ben net opgestaan, ik heb even gedoucht en helemaal gecleaned. En bij een optreden heb je te maken met heel veel mensen waarmee je op de foto moet. En al die dingen moet uitdelen en die je van dichtbij zien. Dus het is belangrijk dat je er gewoon goed en verzorgd uitziet. Ja, ik heb nou een neusstrip op en die haalt alle mee-eters op mijn neus, haalt die gewoon weg. Dus 15 minuten erop laten, dus daar ben ik eraf. Gaan we om 12 uur naar Dessel halen. Dan rijden we gelijk door naar Veldhoven en dan gaan we eens kijken wat daar te beleven is. Met Ralf Makken. Rachel, Raak is daar volgens mij en Alessandro is er. Kijk lekker mee, Tamara en Nadesh gaan mee, mijn zusje komt kijken. Wordt leuk, leuk, hard, hard. Yes, yes, we zitten nu backstage. Roel van Ralfs is een beetje dingen aan het regelen en zo. Het is nog niet heel druk buiten, maar we gaan eigenlijk checken hoe druk het wordt, hoeveel mensen er komen. Yes, yes, we gaan zien. Rachel en Ralfs zijn weer aan het doornemen. Hey. Deze mensen. Ewa papi. Ewa, ik kom naar de pop. Shout out. Ewa. Shout out to my boy Pieter. Pieter. You know who I'm talking about. Ik ken het. Deze man, kijk maar. We gaan nou soundchecken en Ralf en Rachel gaan presenteren. Dus let go. Oké, hij doet het. Goedendag mensen. Dat is toch mooi weer, hè? Geniet je ervan? Heel goed. Oké, de muziek vandaag aan, dus de soundcheck is veel aan het optreden, dus niet denken van, oh, doet hij het slecht? Stuur even om te checken hoe de microfoon gaat met de muziek. Doe maar iets harder. Mensen, ik hoop ik ook niet voor de monitor, kan dat? Ja, dit is beter. Tja. Ik zie je naar me kijken, dus het is wel heel erg heel jullie zijn een oefenpubliek, hè? Jullie zijn een oefenpubliek. Kijk, ik zag je daar staan. Ik weet het zeker. Deze chick wil ik met me meenemen. Ik stapte op je af en zeg: hey, wacht de mic, wij op de monitoren. Ruik iets achter. Pak die peek en breng die heupen naar me toe. Baby, laat me zien dan hoe je voor me moet. Want ik vind je spannend en als het even kan, maak ik jou als een vrouwtje, wat ik je man. Want ik wil niet dat dit gevoel snel stopt. Samen zijn met jou voelt zo perfect. Zo'n fijn gevoel, ja zo relaxed. Dus vertel me wat je wilt, baby. Laten we beginnen, laat je voelen spreken. Want ik sta op springen en ik vraag me af. Oké, deze is goed. Oké. Deze is goed. Dan mag je nummer 2 nog aanzetten. Dat is de laatste gewoon. Die gaat iets harder. Los, vanavondje, zo ben ik los. Los, niemand houdt je tegen, dit spreekt los. Los, tonight ben je even van alle stress los. Maar huis, een fout op die beat, perfect op die beat, dus fout op die beat, perfect op die beat, en we springen en dansen, omhoog nu, die handen, en we gaan los. Vergroot op de kans om beter te scoren, wanneer maar gaat jou. Zet de vingers op de hoogste, deze wel. Nou, dansen wij op elke tel. Niet alleen horen, nee, doe niet verscheiden. We kennen die schaten, dus wie is de leider? Zet. Kijk hoe gaat. Ga los op de muziek, hoor maar één met de dansvloer. Oké, dadelijk komt de echte performing. Dit was puur even een soundcheck. Dus tot straks allemaal, tot als jullie blijven. En elkaar gaan supporten. Dan komt er een andere soundcheck, dus keep it up. Yo, ik heb net soundcheck gehad en de show is nou begonnen. Nou is Raak ontsteekt. Gella is er nog niet. Die meid die laat me gewoon zitten. Ik weet niet wat er met haar is, ze zegt gewoon met een helpoppetje of wat ze. En ik weet niet wat er aan de hand is, dus Gella, kom maar, laat me niet zitten, man. Je kan niet zo zijn. Ja, wij chillen gewoon even hier. Daar kun je even backstage. Check. Me and myself, even more than you.
zijn weer in de artiestenruimte. Milène en Rosanne hebben net opgetreden, dus we gaan ze even voor zoeken. Kijk, hier zijn ze. Milène en Rosanne, hoe ging de optreden? Supergoed! Ja, die zag er ook goed uit. Leuk, het publiek was best enthousiast. Jullie hebben het publiek goed opgewarmd. Goed gevoel over? Ja, heel goed. Ja, moet je daar nog een keer of niet? Nee, dat is de enige keer. Okay. Moeten we nog wel signeren. Oh ja, we gaan de meet and greet. Daar gaan we handtekeningen zo uitdelen. Dat wordt gewoon sowieso aan. Dan gaan we daar ook wel even samen een foto maken. Hè, ja, dat is een goed idee. Ja, doen we. Volg ze, Milène en Rosanne. Check op Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Als je dat nog hebt. Milène en Rosanne. Milène met hoofdletter, Rosanne met hoofdletter. Aan elkaar. Aan elkaar. YouTube. Shout out naar jullie. Sowieso. Ciao. En onze website natuurlijk. www.milenerosanne.nl. Dat je weet. Nou, noteer het. Ik zet het hieronder in de beschrijving neer. En dan kun je het vanzelf opzoeken. Ciao. Danseressen van Rachel hier. Yes, 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 yes. Ja, dus we staan nu backstage en ja, lekker gezellig. Het is nog niet zo heel druk, maar het begint nou wel een beetje te komen, toch? Het is gewoon helemaal aan. Ja, dus blijf me volgen, niet van de beelden. Dus we gaan nou naar mijn zusje toe, die komt mij supporten. Nou, dit is voor de vlog, mensen. Hier is mijn zusje en de vriend. Heb je Maartje en de vriend? Hallo allemaal. Hallo. Jullie zitten hier wel goed, of niet? Goeie uitzicht. Goeie uitzicht, ja man. Als je ons geeft, gaan we wel naar huis. Ja, als ik daar kom, moet komen ze mij weer. Dan kom je al. Ik ben wel je allergrootste fan, hè? Ja, mijn zusje, mijn kleine zusje. Nou, dus dit zijn mijn supporters voor vandaag. Vooral ik, hè. Ja, maar het is best wel rustig, hè? Ja, beetje te. Ja. Je had 1000 man verwacht. Deze is een lange naam. Ik denk dat het een lange naam is. Vaak zijn ze veel sterker. Jawel. Misschien is de choreograaf nog steeds. Want Alexander is te laat. Maar dat betekent eigenlijk dat jullie alle gelukkig aan de prijs hebben gewonnen. En beste applaus horen, want hier is Roberto. Hallo allemaal. Als ik zeg, waar is dat feestje? Oké, nog een keer. Waar is dat feestje? Oké. Het is lekker warm weer, de zon schijnt. Laten we lekker een zomersachtig nummertje doen. DJ start de band en dan gaan we lekker rocken. Ja, en jullie mogen swingen, dansen, zingen, bewegen. Ga maar lekker helemaal los. Ik ga ook dansen voor jullie. Oké, ja? Ja. Ik zie je naar je kijken daar. Ik zie je naar me kijken daar. Jullie kijken naar mij, ik kijk naar jullie. Ik zie je naar me kijken daar en ik vraag me af waarom. Dan kan je wel vertellen, ik doe het al. Ik zie je stralen dan de zon. Ik zie je naar me kijken, jij hier. Ik vraag me af waarom. Ik doe het al. Ik zie je stralen daar, maar hoezo? Yeah. Geef me die box. Ik zie je. We gaan het volgende liedje doen. Die heet Zet je stappen neer. Dus als er mensen zijn die kunnen springen, voor de kinderen vooral, ga lekker springen, ga maar helemaal los. Ik zou zeggen, DJ start de band, dan gaan we lekker die beat door de speakers pompen. Toch? Ja, hè? Ja, ja. Ah, baby. Dit is mijn baby, dat is een andere. Dat maakt niet uit. Doe een andere. Oké, lekker zo. Ik wil jou en jij wil mij. Dit voelt goed, dit voelt onaantastbaar. Maar toch voor mij
zo goed bereikbaar. Je bent een dame met grote klasse. Wanneer ik down ben door jou kan ik weer gaan lachen. En de vrouw als jij streelt mijn ego. Door jou zit ik op een hoger levensniveau. En ik zie boys kijken, zo vercheck die meid. Ik weet dat ze je willen, toch blijf je bij mij. En dat geeft me de motivatie om te blijven vechten. Om te gaan voor wat ik wil en weg te blijven van het slechte. Want je bent bescheiden, maar toch, je valt op. Op de manier van hoe je kijkt, dat gaat bovenop. En die blikken in je ogen spreken boekdelen. Een meid als jij, dat gaat ons vervelen. Want ik weet wat ik wil, ik wil blijven bij jou. Fantasier over mijn toekomst, met jou als mijn vrouw. Nee, dankjewel man, dat is verleden tijd. Ik vergroot mijn kansen bij een meid zoals jij. Van een chill op de bak, tot aan de seks. In bed, het voelt zijn plek. Alles voelt zo, wat je bent met me. Want jij chillt met me, chillt met me. Wilt echt een baby met me, chicks willen met me. Maar ik ben echt met je, ik hoef niks meer te leggen. Je vertrouwt het met me. Ik ga dansen. Thanks, thanks. Ja, je kan dadelijk met handen op de foto. Om 4 uur komen alle artiesten hier en dan kunnen jullie gewoon met iedereen op de foto, flyers, handtekeningen. Ik heb dat. Ja. Nou, dan fix ik dat je dadelijk op de foto kan, ja? Doe het voor je. Oké, nummer 7. Dat is een flinke beat, een clubhanger. Gaan jullie wel eens op stap? Nee, Tina Disco. Dus bounce op de beat, beweeg op de beat, dus bounce op de beat, beweeg op de beat, en we springen en dansen, omhoog nu, die handen, en we gaan los, vergroot onze kansen om beter te scoren, we nemen graag chance, zet de speakers op de hoogste decibel, vanavond dansen wij, op elke tel, niet verlegen worden, nee, doe niet bescheiden, we kennen geen schaamte, dus wie is de leider, wie beweegt, als de rest stil staat, wie gaat door, als de ander aan huis gaat, of jij naar die chick, van die ander zegt nee, wie begint, en neemt de rest mee. En beweeg op die beat, voel die trilling door je lijf. Ga los, wat zo muziek. Ga los met de muziek, kom maar één met de dansen. Ga los, ga los. Beweeg op die beat, kom maar. Kunnen jullie dansen? Kunnen jullie dansen? Nee, ik zie een mooie dame daar bij de bar staan. Ik kijk er even gefocust aan. Toen bied ik haar een drank aanvraag. Toen ze vanavond mee wilt gaan. Ze kijkt me aan en zegt, begint te dansen, ze beweegt zo mooi. Ze zegt, vanavond ben ik voor jou. Voor één nacht word ik je vrouw. Yeah, ze doet zo fout. En ze is zo straf. Neut en sexy op van de classy. Soms gaat ze gek, net als Cassie. Ze is een lady, ze is een baby. Deze meid maakt me helemaal crazy. Dus bounce op de beat, beweeg op de beat. Dus bounce op de beat, beweeg op de beat. En beweeg op die beat. Voel die trilling door je lijf. Ga los op de muziek. Geldhoven, dank jullie wel. Oh, ze staan weer te praten hoor. Mensen staan weer te praten. Oh, joh, 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 ze zijn heel druk. Kom maar. Hier is Ralle. Ja, geef ze een fantastisch groot applaus. Inderdaad, een heel groot applaus. Vous en avez peur, attends 3 ans, c'est
Veel plezier, hè. Yes, nou weer terug naar de auto en Nadesh achter mij. Wat voel je ervan, Nadesh, om met de Roberto Still Life te gaan? De eerste handtekening en mensen die mijn foto's vragen. Ja, het was gezellig en sowieso het management was heel enthousiast over mijn performance. Dus ik hoop dat het vaker met hun kan komen en de rest van de artiesten. Lieve mensen, ik was net de vlog aan het monteren en ik kwam erachter dat ik geen slotwoord had gezegd. Bij deze wil ik even al mijn fans en iedereen die die dag is komen supporten, liefde geven. Dank jullie wel voor jullie komst. Rachel, Ralf, Alessandro, Raak, Milene en Rosanne. Dank jullie wel, het was echt een toffe dag. Jullie zijn echt toffe collega's om mee op podium te staan. Vonden jullie nou dit een leuke vlog en willen jullie nog meer zien van opdrachten, optrainers en whatever dan ook, maar ook backstage? Abonneer op dit kanaal en er gaat nog meer shit aankomen, dat beloof ik jullie. Like deze dingen. Deel het op alle social media waarop je geregistreerd staat. En dankjewel, alleen maar liefde. Ook voor jullie kijkers. Alleen maar liefde voor jullie. Ik hou van jullie. No homo, maar ik hou van jullie. Man, vrouw, jongen, oud. Maakt niet uit. Ik hou van jullie.